En let op wat hij nu doet, hè. Die gaan alles, zijn hele lichaam is nu aan het bewegen van, het, van de vliegen. Captain Olaf Langanki vliegt deze Bulco 105 van de Luftwaffe. En dit zijn het soort bewegingen die je niet met elke helikopter moet doen. We zullen straks veel horen over de abonnementen en dan wil ik graag weten hoe ver die kan ten opzichte van die Bulco 105. Het is een Duitse helikopter natuurlijk die uit, in 1967 al zijn eerste vlucht maakte in het Duitse Oktoberhorn. En sindsdien is hij redelijk succesvol. Deze helikopter laat voor militaire vliegen heel veel zien al. We hebben ook nog eens een keer de Red Bull, het Red Bull team, wat ook nog zo'n Volkov helikopter in gebruik heeft. En die laat nog weer veel meer zien. Maar in ieder geval dit soort trucs, en het is ongelooflijk moeilijk wat hier gebeurt, omdat je eigenlijk niet ziet waar je naartoe gaat. Je moet helemaal op gevoel. En dat heeft hij dus blijkbaar. Die rotor heeft geen scharnieren, dus de rotorbladen zitten vastgeschroefd aan het midden van die, de naaf van de, waar de motor de aandrijving op levert. En dat heeft ervoor gezorgd, het is een enorm titanium blok waar die rotorbladen op vastgeschroefd zitten. En die flapperen natuurlijk als een malle, dat zijn kunststofbladen. En dat, maar doordat ze vastzitten zijn ze veel beter bestand tegen die enorme krachten die erop gezet worden door dit soort vrolijke bewegingjes. Dus het ronddraaien om de as draaien veroorzaakt meneer Langanki door zijn voeten te bewegen. Nu trekt hij met de stick trekt hij hem omhoog, maar tegelijkertijd geeft hij ook met zijn linkerhand geeft hij een beweging om het allemaal zelf te draaien. Dus zijn linkerhand zeg maar zorgt ervoor dat hij omhoog gaat. Dat is de collective, de collectieve staat. En de rechterhand, dat is de ja, en eigenlijk is die rotor ook meteen de beperking van de voorwaartse snelheid. Want er is natuurlijk wel van alles geprobeerd om een helikopter harder te laten vliegen. Maar een helikopter kan nooit harder eigenlijk dan ongeveer 400 km per uur. Dat houdt het ongeveer wel op. Omdat dan het naar voorgaande rotorblad eigenlijk de geluidssnelheid benadert. En dan krijg je zoveel werving over die rotor waardoor de draagkracht weggaat. Dus we hebben allerlei dingen op bedacht om het toestel toch verticaal op te laten stijgen. Maar er zijn allerlei experimenten waar we gaan om te kijken of het toestel met kopten de gedeelte van verticaal opstijgen en dalen kunnen behouden. Maar toch een wat grotere voorwaartse snelheid. Maar goed, we zitten in de evolutie daarvan. Maar bedenk, die vleugel gaat in feite dus 300 keer per minuut gaat die vooruit en dan weer achteruit en dan weer vooruit en dan weer achteruit. En dat heeft een totaal andere aerodynamische effecten dan we gewend zijn van een gewone vleugel die door een straalmotor of door een propellermotor vooruit wordt bewogen. En daardoor is bijvoorbeeld met de wind in de rug, een harde wind in de rug landen van een helikopter, nou niet bepaald een feestje. Dat is zweet op alle bekende plekken waar zweet kan komen. Voor de vlieger draait hij dan om recht met zijn neus in de wind. Dat is weer een appeltje eitje. Dat zijn dingen waar een vlieger in een helikopter veel meer rekening mee moet houden dan een vlieger die in een vleugelvliegtuig zit. Met andere woorden, hij werkt onder omstandigheden, bijvoorbeeld op zee als je op een gat moet landen. Of als je met troepen moet landen om gewonden op te halen. Dan moet je onder de malste omstandigheden waar de wind uit de verkeerde hoek komt, moet je toch proberen dat ding vrij neer te zetten. Nou, ik kan u zeggen, dan is 3 kilometer rechte baan voor je van beton een verrekt stuk makkelijker. Dames en heren, hier eindigt dan de
de demonstratie van de Duitse Bukov 105. Maar ik wil even vertellen dat niet alleen de Nederlandse groep lichte vliegtuigen eigenlijk de luchtmacht daarmee gevlogen heeft, maar ook de politie. De politie die de luchtvaart heeft daar jaren mee gevlogen en gejaagd op allerlei boeven, snelheidsovertreders en natuurlijk ook. Heeft bijgedragen aan de hulp bij ongeluk en dat soort zaken.